lijkt vrij, maar ik ben niet zeker of het kan lenteuitjes zijn. En nu een beetje in de warmte werken. Ik heb even mijn bril uitgedaan, afgedaan, want ik zie geen steek, want het is super brand. Tijd voor een serretour. Hopelijk heb ik nog genoeg batterij, want hij is aan het flikkeren. Hier heb ik net zo van die winterkool gezaaid. Daar staat er sla, wortelen, savoy en bloemkool. Sla en een paar aardbeien die nog leven. Pompoenen, geen idee wat dat is. Aardbeien, geen idee wat er onder zit. Bonen. Basilicum, tomaatjes, een aantal bloemen. Hier is dat Oost-Indische kaas, die krijgt ik weet niet mooie bloemetjes. Savoy kool, peterselie, koriander, marjolein en onkruid. Peterselie, koriander, wat zit er hier in? Tijm. Dille, koriander en bieslook misschien. Pompoenen, butternut en van de grote pompoenen en peterselie. Joepie, ik had nog batterij genoeg. Misschien heb ik zelf nog batterij genoeg voor mijn plantjes die ik mee heb genomen van de plantenruilbeurs op 1 mei. Geen idee hoe deze plant noemt, maar ik vond hem wel super mooi om hem in mijn nieuwe living te zetten. Dit is een pompoen. Dit is onkruid, veronderstel ik, of was het een plantje? Of is het munt? Ik weet het niet. Dit is munt, dit is tijm. Dit is een zonnebloem. Een ui. Ik weet het bijna nog niet. Ah, dat was een peper. Geen onkruid, een peper. Die had ik gratis gekregen, die peper. En sommige had ik nog gratis gekregen en sommige heb ik geruild tegen was dat voor ik ook. Want deze mogen nog naar binnen, want ik weet nog niet of dat warm genoeg is voor in de serre voor paprika. Hallo, vandaag zijn we... Welke dag zijn we vandaag? Even geduld. We zijn 16 mei. En ik ga vandaag tomaatjes planten in de serre. Ik heb nu helemaal aan die kant allemaal putjes gemaakt voor de plantjes. En nu ga ik ze erin stoppen. Nu ga ik daartussen een lijn maken in het midden voor mijn savoykoolplantjes. En hopelijk tegen dat de tomaten een klein beetje groot zijn, dat die al klaar zijn. Let's hope. Ik heb hier ook nog twee savoykolen gezet. Mijn paprika. En mijn schopje staat daar. Omdat er naast het schopje een gezaaid rijtje ligt en anders zou ik dat wel een keer hebben vergeten. Hier ook ze voor ik wel. En de overige kersttomatenplantjes en savoykool ben ik naar mijn zus gaan brengen, want ik had er echt te veel.
En dat is nog dubbel slim gezien, want als mijn zus er dan over heeft, als ze er komen brengen naar mij, kersttomaatjes. Kijk hoe mooi het zonlicht inspeelt op de plantjes. Dit is trouwens onkruid, maar ik vind het wel mooi dat dat hier blijft staan. Net aardbei gegeten, dat waren de aardbei die ik heb gekweekt. Had gekweekt en misschien is het wel tijd om nog een keer een tuintour te doen. Wel eerlijk toegeven dat ik hier de laatste weken niks heb gedaan. Kervel, basilicum die echt super mooi staat. Mijn zonnebloem, boontjes. Die zo helemaal naar boven aan het groeien zijn. Mijn kolen. Pompoen. Het is eigenlijk maar van één plant. Namelijk die. Dat je effectief de kool ziet groeien. Klaproosjes. Pompoen, pompoen. Het lijkt prima, maar ik ben niet zeker of het kan lenteuitjes zijn. Aardbeien. Dat zijn uien, sowieso. Aardappelen. Aardappelen. En een klaproos. Uitlopers van de aardbeien. Mijn courgetteplant die het beduidend slechter doet dan vorig jaar. Waarschijnlijk omdat hier gewoon te weinig zon heeft. Deels ook door die boom. Rabarber. Kijk ze mooi, klaprozen. Ik weet niet meer hoe dat noemt, maar het is een kruid en ik heb hem zelf gekweekt, dus eigenlijk zou ik het moeten weten. Oei, goed dat ik dat zie. Mijn curry, plant die echt heel sterk ruikt naar curry. Mijn kool die een beetje met suiker aan het overhoekeren is. En het waterplantje. Ook kool. Daar is er nog een sla. Tomaten, tomaten, tomaten. Sla, tomaten. Aardbei, Oostindische kers, dode kool, kool, tomaten, 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 kool, kool, tomaten. En was hier ook ergens paprika? Ik vind hem niet meer. Help. Misschien is hij ergens onder de kool of dat zijn gewoon gestorven. Dit stinkt, dit is netel hier. Gelukkig kan jullie niet ruiken. Framboosjes. Dit is eigenlijk de appelboomhaard. En hierachter zijn de mesjes, dus ik hoop dat ik eraan ga doen. Daar. Dat wordt nu moeilijk. Mijn broek niet geest tot beneden komt. Hey, een paddenstoel. Hier is er nog zo'n kruid. Geen idee wat er hier eigenlijk allemaal tussen staat. Maar misschien moet het hier wel lekker water krijgen. En nu iets waar ik stiekem heel erg benieuwd naar ben. Want ik het, ja, het is toch een beetje van mij, meer dan de rest van de tuin. Dit was bijenzaad.
Dit is mijn insecthotel die ik heb gemaakt voor 7 haar april 2019. Nee, ik zie dat de stokjes iets voller zitten. Dat betekent dat er bewoning is. En dat tiertje daar betekent zeker dat er bewoning is. Ik denk wel dat we iets meer bewoning gaan hebben in de winter. Maar ik vind het super leuk. En nu iets wat ik niet heb gedaan. Dus jullie wisten zeker niet dat hier al was. Namelijk een mini pompoenveldje. Ik ga het meteen laten zien, want door de verschillen in de zon kan je niet goed zien. Hier op dit veld heeft mijn papa al onze pompoenen uitgeplant, omdat ze hier eigenlijk echt mogen gaan woekeren. En momenteel doet dat niet super hard, maar het komt nog, sowieso. En misschien moet ik toch laarzen aan doen om mijn besjes te plakken. Ja, dit is mijn grootste vel. Ik had het namelijk gezaaid, dachtende dat het peterselie was, maar dat is het helemaal niet. Kijk maar. Het is gewoon wortel dat ik hier heb gezaaid en bakjes. Ik denk dat die het nog het best gaan doen, omdat dat nog een redelijk diepe pot is. Ik ga er een uittrekken, ik ben wel benieuwd. Een schone, maar wel een heel erg kleine wortel. Of zou het zo een van die mini wortels zijn dat ik gezaaid heb? Wat mooie vlinders die erop zitten. Mijn besjes en 4 frambozen. Ik hoop dat ik hiermee genoeg heb, anders ga ik terug moeten komen naar de tuin, want nu heb ik even rugpijn. Mijn bessenstrekjes hangen zo laag. Ugh. Als je benieuwd bent wat ik hiermee ga doen, moet je maar kijken naar bloggen naar zij of haar juli 2019.